Daar waar vroeger de stelplaats van de lijn was op de Bochtlaan, is op vrij korte termijn een kleine wijk ontstaan met seniorenflats en een gebouw met verzorgingskamers. Vandaag werd het complex officieel geopend in het bijzijn van de bewoners en heel wat prominenten. In de meeste projecten krijgen wij heel wat obstakels, meestal te beginnen met het bekomen van een bouwvergunning. Hier in dit project is dat allemaal niet het geval geweest. Hier zijn enkele partijen die zich hebben samengevoegd. Het gaat hier wel degelijk over een PPS-dossier, een privaat-publieke samenwerking, waarbij dat de lijn, de stad Genk en de partners Vestio, Probis en de uitbater Fayet de Lorc samen dit project hebben gerealiseerd. In het woonzorgcentrum telt 41 plaatsen, maar daarnaast hebben wij 149 assistentiewoningen in de vorm van flats, gecombineerd met verschillende lokalen bestemd voor dienstverlening die gelden als zijnde een thuiszorgondersteunende functie. Voor de mensen die hier al eerder zijn geweest, u heeft hier op de hoek een apotheek gezien. Daarnaast gaat onze zusterorganisatie OTV haar intrek nemen, die vandaag met 35 mensen actief zijn in Genk en op een andere plaats in gehuisvest, maar rond 20 maart ook hier een intrede gaan doen. En daarnaast heeft u hier een veelvoud van lokalen die ook bestemd zijn voor dienstverlening, zowel voor de mensen die verblijven hier op de site, als de mensen die in de omgeving beroep wensen te doen op die dienstverlening. En we zien, en dat stemt mij tevreden, dat men ervoor zorgt dat die kwaliteit belangrijk is. En ik denk, dames en heren, hier staat een prachtig project, goed gebouwd, kwaliteitsvolle architectuur, waarvoor ik ook de ontwikkelaars en de uitbaters wil danken. Kwaliteitsvolle inrichtingen en dergelijke meer. En dat gecombineerd met een goede kwaliteit in uitbating, wel, dat is nodig. En waarom is dat nodig? Omdat mensen belangrijk zijn. En als mensen een dagje ouder worden en zeggen, het lijkt ons interessanter om dicht bij het centrum te gaan wonen, op een plaats waar we toch onze autonomie en identiteit kunnen blijven behouden, maar waar we wel weten dat we omringd zijn met zorg 24 uur op 24, wel, dat zijn de plaatsen waar ik denk dat je dan ook voor kan zorgen dat die levenskwaliteit ook blijft. Eerst werd het lint doorgesneden door een bewoonster van de serviceflats. Nadien was het een bewoner van de verzorgingskamers die het lint ook mocht doorsnijden. Dan kon men een geleid bezoek meemaken in de verschillende kamers en de gemeenschappelijke ruimten van het verzorgingsgedeelte.